Match of the Week wordt mede mogelijk gemaakt door korfbaltotaal.nl, de officiële webshop van het KNKV. Ook benieuwd naar de mogelijkheden van de korfbalsport? Ga naar knkv.nl/sponsoring. Het is de absolute degradatiekraker in Driebergen. Dalto heeft 3 punten en DVO heeft 4 punten. Dit is de jarige trainer van de ploeg uit Driebergen, Jorrit Bergsma. En hij heeft in zijn basisopstelling geen plaats vrijgeruimd voor Maarten Groot-Hulsen. De man die met 10 doelpunten nog zo goed was bij de eerste wedstrijd in Bennekom. Groot-Hulsen is licht geblesseerd. Hij wordt vervangen door Matthijs den Oude, nummer 12, vorig jaar nog A-junior. Dit is het duo bij DVO, Aukes en Gerritsen verlengden allebei hun contract. Liet ze ook weten dat het geen voorwaarde is dat er per se league gespeeld moet worden, maar iedereen in Bennekom weet beter. DVO de op één na grootste vereniging van Nederland na PKC. En zij horen natuurlijk gewoon in de league, althans dat vindt men zelf. Maar dan moet er wel gewonnen worden. Te beginnen in Driebergen, de D-side. Eindelijk weer een beetje leven, want het is wel eens wat drukker geweest daar in Driebergen. En ook DVO heeft veel supporters meegenomen uit Bennekom. Mooie voorwaarden dus voor hopelijk een heerlijk duel tussen Dalto en DVO. DVO speelde 2 weken geleden thuis tegen KZ een dramatische wedstrijd. 21-6 stond DVO toen achter met rust en dat was voor de trainers reden om hun basis om te gooien. En dat betekent dat Marvin Tonen naast Marijn van der Goorberg staat en Bob Gerritsen naast Brent Struijf. Het eerste doelpunt van de wedstrijd is van Janine van Schie. Romy Teunissen kreeg dubbele dekking bij die vrije bal en van Schie helemaal vrij. En zo 1-0 voor de gasten. Hier even later weer een vrije kans voor van Schie, gaat er niet in. Teunissen dan, komt er niet langs. Dan is het zoeken naar de heren, naar Marijn van der Goorberg. 23 jaar geworden vandaag. En dit is alvast een mooie opsteker voor hem. De aanvoerder van DVO. De beste speler ook aan de kant van de ploeg van Aukes en Gerritsen. Hij staat tegenover die Matthijs den Oude. Het nummer 12. Van der Goorberg iets te gretig, geeft een vrije bal weg. Zelfde variant is aan de andere kant. Den Ouden speelt de jager vrij. En zo is het 1-2. Even later weer Dalto in de aanval. Weer met Den Oude, pas 18 jaar. Van der Goorberg heeft een overtreding nodig om hem af te stoppen. Strafworp gegeven door Van Meerten. En dan zit de jager met de gelijkmaker. Aardige combinatie hoor, tussen die heren. Den Oude en de jager. Dan is het 5-5. Het wederom Den Oude in de aanval. Die er 6-5 van maakt. Vol bravoure. Dat mannetje van 24 maart 1997 afkomstig uit Ede. En die gaat hij weer vrolijk verder. Is Van der Goorberg kwijt. Achter de rug langs. Moeilijk te zien, maar wel een schitterende paas. En die paas had een beter lot verdiend. Maar de jager kan hem niet afmaken. En zo blijft het 6-5. Maar weer Dalto in de aanval. Dit keer gaat de jager er langs. Den Oude helemaal vrij. En natuurlijk, hij zit zo lekker in de wedstrijd. En hij maakt er 7-5 van. En hij lacht zijn tanden bloot. De eerste voorsprong voor Dalto. 7-5. Maar dan direct daarna Marvin Tonen. Opgegroeid bij Dalto ook. Hij maakt hier er 7-6 van. Marvin Tonen, jeugd international, maar bij Dalto kwam hij nooit helemaal echt lekker uit de verf. Hier dan de dames. Dit is de Taiwanese international Wen. Met afstand de meest scorende dame bij Dalto. Zij krijgt een strafworp mee, die moet er dan in. Maar Sietsma faalt vanaf 2,5 meter. En dan is het Gilbert Punt. Met een gelukje krijgt hij die bal in zijn handen. Vrije schietkans. En die Punt die redt zijn vakmaat 8-6. En bij DVO zijn er met name problemen in het vak van Fleur Hoek. Hoek die wordt heel de wedstrijd uitstekend verdedigd door Kali Alblas. En de heren komen niet goed uit de verf. Struijf schiet makkelijk, maar oh wat is die onzuiver. Die Belgische jeugd international. En hier zien we hoe goed Hoek wordt verdedigd. En ook Gerritsen, hij kan het niet alleen. Schotklokoverschrijding voor DVO. En ook hier zien we hoeveel moeite DVO heeft in dit vak om tot scoren te komen. Mirjam Zwart dan? Nee, ook zij niet. Die oudspeelster van Nieuwekerk onder andere. Een beetje pech in de afronding. Dan is de vraag of Dalto daarvan kan profiteren. Jazeker, Dalto kan profiteren. En wie anders
Dan Matthijs den Oude. Weer hij, nummer 4 in een kwartier. 9-6 is het dan. Dan Bob Gerritsen. Verhaalde de laatste jaren makkelijker van korfbalclub dan de gemiddelde profvoetballer van mobiele telefoon. Maar het is wel een goede speler natuurlijk en hij wil het allerhoogste. Hij wil spelen in die league, Bob Gerritsen, 9-7. Aan de andere kant is het weer Wen. En zij maakt er direct 10-7 van. En zo blijft Dalto steeds aan de goede kant van de score. Hier weer diezelfde variant als zo even, maar dit keer mist Van Schie. De vrije kans dan voor Tone gaat er ook niet in. Nee, het percentage bij DVO is lager dan bij Dalto. Hier, Dico de Jager krijgt te veel ruimte van de Goorberg. En dan is het 12-7. Dan wordt er hardop gejuicht in die hal in Driebergen. Die hal waar Dalto dit seizoen nog geen één keer won. Dit is een fraaie actie, weer van Bob Gerritsen, 12-8. En dan is er direct ook een wissel aan de kant van DVO. Chris van Haren komt in de ploeg, Marvin Tonen gaat eruit. En direct aanwijzingen van Bergsma voor den Oude. Aan de andere kant. De rebound bij Sietsma. Kan ook schieten van achter de korf, gaat er niet in. De bal dan bij Wen. En je moet haar niet vrij laten schieten, want dan is ze ongelooflijk zuiver. 14-8 dan al. Gerritsen, dit schot lijkt nergens op. Als ze bij Dalto zijn overgeschakeld op de 1 tegen 1. Van Haren, niet de beste verdediger bij DVO, wordt uitgespeeld. En daarvan kan Dico de Jager profiteren. Onder de korf dan. Slim gedaan door die Van Haren. 16-9 is het dan. Dit moet dan de 16-10 worden in de laatste aanval van de eerste helft. Maar die bal gaat er niet in. En kijk, dat gezicht van de Goorberg heeft wel eens een leukere verjaardag gehad. Maar die bal gaat nog één keertje naar Dalto en het zoeken naar Wen. 17-9. Wat een ongelofelijke ruststand. Vreugde alom in Driebergen, want alleen tegen Fortuna werd het puntje behaald. En met het schaamrood op de kaken gaat DVO dan richting de kleedkamer. 17-9. Ze worden toegezongen door de D-side. Die weten natuurlijk al dat Dalto normaal gesproken deze wedstrijd ook gaat winnen. De marge is inmiddels nog steeds 8-21-13 als DVO aan begint te dringen via Marvin Tonen. 21-14 is het dan. Maar het echte geloof is er nog niet bij DVO. Aukes probeert zijn ploeg op te peppen. Maar 7 punten verschil is een lastige opgave voor de ploeg die niet heel erg goed in vorm is. 21-15. DVO won dit seizoen uit bij LDODK en thuis van AWD-TV. Dalto neemt dan gelijk een time-out om dat ritme van DVO te verstoren. Maar met 21-15 kan het toch haast niet meer misgaan voor die ploeg van Bergsma, zou je zeggen. Of toch? Hier dan, 21-16 namelijk. Brent Struijf, weer in de ploeg gekomen voor Van Haren. Als Dalto dan op zoek gaat naar Wen, natuurlijk weer naar Wen. 22-16. En waar Dalto vorig jaar terugkwam van een dergelijke achterstand, staat Dalto DVO dat nu niet toe. Af en toe een gaatje op 5, zoals hier door Gerritsen. Maar altijd, als DVO scoort, heeft Dalto snel het antwoord paraat. In dit geval via Paula Bos. Fleur Hoek zit dan altijd nog op 0. En hier zien we ook waarom. Ze krijgt geen centimeter ruimte van Kylie Alblas. En dan kan Hoek wel gaan lopen mekkeren tegen Van Meerte. Maar het talent wat nog zo goed was, bijvoorbeeld tegen een ploeg als Blauw-Wit, is nu het er echt om gaat in Driebergen, gewoon heel erg slecht. Met de complimenten natuurlijk aan Alblas. En wat dacht je van dit doelpunt? Heerlijk, ze bewaart het lekkerste voor het laatst. Wen met de 28-21. En lachende gezichten natuurlijk bij Dalto dat eindelijk weer eens weet te winnen. Inmiddels heeft Alblas dan een publiekswissel gekregen en dan kan Hoek het wel. Maar het is veel te laat. 29-23 is de eindstand. Een heel belangrijke overwinning voor Dalto dat DVO passeert op de ranglijst. Ook op basis van onderling resultaat zijn ze die ploeg uit Bennekom voorbij. En het is feest in Driebergen. Eindelijk weer feest in Driebergen. DVO nu nummer 9 en Dalto
is nu nummer 8 in de Korfbal League. Dit was wel goed, zo'n overwinning, of niet? Ja, zeker. Echt hartstikke lekker. Deze overwinning was ook hard nodig. Dus we hebben het gewoon hartstikke goed gedaan als team. Volle beleving van de D-side achter ons. Dat was hartstikke fijn en hartstikke lekker. Je zat er zelf volgens mij ook wel lekker in. Klopt dat? Ja, de eerste helft ging best wel goed. Ik had uiteindelijk 3 nog tegen Marijn. Ging best wel lekker aanvallen. Tweede helft... Ja, op een gegeven moment gingen we van hun heren wisselen en ik kwam wat moeilijker vrij. En Dico, vakmaat van mij, die kwam, die kreeg Chris tegen zich en dan weer een andere. Dus het zijn niet hele goede verdedigers volgens ons. Dus we gingen volop hem aanvallen en dat heeft eigenlijk goed uitgepakt. Was dit de wedstrijd zoals jullie hem ook verwacht hadden? Ja, zeker. We hebben er heel hard naartoe geleefd. Elke training gewoon vol getraind, hard getraind. Gewoon echt... Lekker. En we hadden telkens een goed gevoel na de training. En donderdagavond de laatste punch op de i gezet. Hier nog voor de wedstrijd de laatste punch op de i gezet. En uiteindelijk hebben we Davy ook helemaal plat gelegd. Wij wouden, dus met onze tactiek. Gerold Aukers, het was denk ik niet de wedstrijd die jullie verwacht hadden. Nee, desastreus. We hadden in ieder geval verwacht dat we verder waren als begin van de competitie. Beginfase, rondewijs slecht af, meer schotpogingen, maar een Dalton wat in de flow komt. We zijn weer tot meer in staat, alleen in die derbies gaan er toch andere krachten blijkbaar heersen. Vrij aan het begin van de wedstrijd werd er al gewisseld. Marvin Tonen ging eruit, als ik het goed zeg, en er werden wat spelers van vak gewisseld. Was dat nodig? Ja, je komt op een gegeven moment een aantal punten achter. We hebben wel heel veel pogingen, meer dan Dalto. Alleen Dalto heeft denk ik een heel hoog schotpercentage die fase gehaald. We hebben 6-7 pogingen per aanval. We selecteren iets minder goed en dan rond je niet af. Kwam het misschien omdat er een hoge druk op deze wedstrijd zat, dat het schotpercentage laag was? Ja, kijk, andersom kun je ook zeggen, Dalto heeft ook heel veel druk. En die maakt ze wel en wij niet. Maar de problemen voor DVO worden wel steeds groter. Fortuna verliest in eigen huis van Top. Blauw-wit, weer een gelijkspel tegen PKC. KZ LDODK, heel verrassend, 28-31. En DOS, hele belangrijke punten tegen AWDTV. Dat gaan we hier zien op de stand. Kijk eens naar dat DOS, 6e inmiddels. En kunnen zij misschien wel een heel klein beetje meer? Gaan zij echt de strijd aan met LDO en met KZ voor die 4e plek? En kijk onderin, DVO nu 9e. En Top en PKC... Samen nu bovenaan. Dit is het programma voor volgende week. PKC Dalto, Top tegen DOS. DVO Fortuna, AWKZ. En die laatste wedstrijd, LDODK tegen Blauw-Wit Amsterdam, is ook onze Match of the Week.